Beste mensen. Beste mensen. Het alarm roept in Leiden. Dat alarm dat is er, omdat het voortbestaan van onze vrijplaats ter discussie wordt gesteld. Maar ik zou wel eigenlijk willen beginnen met, ken je die mop van die vrijplaats in Leiden, die moet verdwijnen. Nou, die verdwijnt helemaal niet. Hierachter is ooit besloten om die vrijplaats te legaliseren. En ik zou willen zeggen aan het college van Leiden, als je iets belooft, dan moet je dat ook doen. Belofte maakt schuld. En we zien in Leiden de miljoenen om ons heen, daar verderop bij de stadsgehoorzaal, daar wordt een miljoen ingepompt voor een paar winkels. Het schijnt dat we onze BTW ook niet goed hebben afgerekend. En dan moet ook nog 2,85 miljoen bij, las ik vanmorgen in het Leids Dagblad. De miljoenen, die vliegen hier om de oren, maar voor een dom, voor de vrijplaats, daar is geen ruimte voor. En dat is niet een financieel standpunt wat er niet wordt ingenomen, dat is een politiek standpunt. Pieter van Woensel, die hebben wij gekregen uit Den Haag. Daar is hij uit de bocht gegleden met een randverdeel. Toen is hij afgetreden. En inmiddels is het zover, en zo diep zijn we hier gezonken, dat zijn partij, de VVD, niet pronkt met dingen die ze hebben opgebouwd. Nee, op een nieuwjaarsreceptie wordt er gescandeerd, vrijplaats leeg. Ze pronken met dingen die ze afbreken. Zo diep zijn we hier gezonken. Aanstaande donderdag komt de gemeenteraad van Leiden voor het laatst bijeen. En wij doen een appel op de gemeenteraad om die laatste raadsvergadering te gebruiken om een oplossing voor de vrijplaats te creëren. Niet met een of ander klein rotbandje waar de organisaties niet in kunnen. Nee, met een volwaardig alternatief zodat de vrijplaats een parel in Leiden kan blijven. Als wij hier naar de demonstratie kijken, zoals net op de brug bij de Herengracht, en je ziet wat een schouw aan diversiteit er langskomt. Wat een eigen werkzaamheid, een vrijwilligerswerk is samengebald in die steeg van verzet, maar ook die steeg waar culturen samenkomen. Dan mag dat niet verdwijnen uit deze stad. En dat betekent nogmaals dat wij een beroep doen op de gemeenteraad om met een oplossing te komen. En wij zullen dan ook dit weekend alles in het werk stellen om te kijken of we daar ook nog wat mee kunnen doen. Zodat die oplossing er ook komt. Want die vrijplaats die verdwijnt niet uit Leiden. Wij laten ons niet politiek wegstemmen. Dat doen we niet en daarom zullen wij ook in verzet blijven. Vandaag doen wij dat met deze prachtige demonstratie. De afgelopen jaren hebben wij dat ook gedaan. En wij zullen ons niet weg laten jagen. Hier staan we vandaag voor het stadhuis en we hopen dat er donderdag ook een oplossing komt. We gaan nu verder met onze demonstratie en we gaan verder naar weer terug naar de vrijplaats. En ik zou zeggen, ontzettend bedankt iedereen voor het feit dat jullie hier zullen komen. Hier wordt duidelijk een statement gemaakt waar Leiden niet omheen kan. De vrijplaats is van Leiden, maar vooral blijft in Leiden.